voor mensen die geen televisie hebben, leg misschien eens even uit, wat is K3? K3 zijn drie zingende dames, hè. Drie zingende dames. Zo ja. Simpel was het. Ik moet heel voorzichtig zijn dat ik dat zeg. Ja, ik ben benieuwd. Ze onder onze hoede genomen, maar dat is soms iets te goed. Ja. Je hebt ze persoonlijk geassisteerd? Ja. Wij hebben ervoor gezorgd, denk ik, met alle dingen die we met hen gedaan hebben, dat ze er nog altijd zijn. Je begint echt vrij op de politiek te trekken. Nee, maar het is niet evident om zo'n concept zo'n lang leven te geven. En we hebben gezorgd dat er films kwamen, dat er eigenlijk meer dingen gebeurden dan alleen maar liedjes zingen zoals ze deden toen ze bij ons kwamen. Want dat is wel inderdaad ongelooflijk. Het werden volksheldinnen bijna. Er zijn vier films gemaakt, drie musicals, verschillende televisieseries, 13 albums, om nog maar te zwijgen van de compilaties, strips. Ik denk dat er weinig artiesten in Vlaanderen zijn die zo'n indrukwekkend palmares hebben eigenlijk. Ja, absoluut. En wij zijn daar heel trots op. En ik denk zij zelf ook. En terecht. Zij vullen een paar jaar geleden 12 keer Ahoy. Er zijn zelf amper Nederlandse artiesten die hun dat voordoen. En ik vind K3 iets waar wij in Vlaanderen allemaal heel erg trots op mogen zijn. Dat vind ik ook. K3 trok in bij Studio 100. En dat... Hier naar dit stuk heb ik uitgekeken. Waarom? Zomaar. Nee, oké. Goed. Dames en heren, K3 trok in bij Studio 100. En dat mogen we heel letterlijk nemen. Gert heeft K3 onderdak gegeven, hè, in een dakappartementje boven het magazijn van de plopkoeken. En die meisjes die keken echt alle drie heel erg op naar Gert Verhulst. Dat was bijna dagelijks een catfight om bij de baas op een goed blaadje te staan. Christel, wat heb je daar? Ik heb een lekkere taart gekocht voor Gert, want nu gaat hij mij de leukste vinden. Ik heb een teddybeer voor hem gekocht. Nu gaat hij mij de leukste vinden. Bidden dat hem mij de tofste gaat vinden. En wat ga jij hem dan geven? Mijn bloemeke. Huh? Ja, kijk maar. Ah. En daarna mag je spelen met mijn muizeke. Huh? Ja, kijk maar. Ah, Karen. En daarna gaan we naar Dubai om eens goed te gaan vogelen. Huh? En van het een kwam het ander. Maar de pers heeft bloed geroken en stort zich als een bende hongerige wolven op het privéleven van Gert. Gert koopt mega groot huis. Gert koopt een mega boot.